Oké, jongens, de winkels hangen helemaal vol met de nieuwe lente-zomercollecties. Of tenminste helemaal. Wekelijks wordt het nu aangevuld. Dus ik ben gaan shoppen. En je weet wat ze zeggen, een goede voorbereiding is het halve werk. En ik ben er dus al helemaal van overtuigd. Dit zijn de 5 items die in 2020 in je kast wil hebben hangen. En ik vertel je natuurlijk ook nog waar je ze kan kopen. Ja, ik ben echt de moeilijkste niet, jongens. Allereerst het witte overhemd. Dan denk jij, die heb ik al lang een keer op de mannenafdeling gekocht. Nee, heb je niet. Het zijn namelijk asymmetrische blouses die nu helemaal de shit zijn. Dan gaan we gelijk naar nummer 2. Dat zijn dus gebreide crop tops. En dan denk jij, oké, vind ik best heftig zo'n crop top. Maar het is dus heel leuk om hem zo te dragen. Nou ja, ik vind het echt heel leuk. Oké, daar had ik er maar één van hoeven kopen, maar ik heb er dus 2 gekocht, want ja, staat toch ook wel weer heel leuk samen. De kleur paars. Ja, en ik moest er dus wel een klein beetje aan wennen, want paars is eigenlijk helemaal niet mijn kleur. Of tenminste, dat dacht ik altijd. Opeens vind ik het toch weer wel. Als je dus voor paars gaat, dan moet je het goed doen ook. Dus we gaan paars op paars op paars op paars doen. En wat ik dan dus heel leuk vind, ook om dat jurkje gewoon nu alvast te kunnen dragen, is hem te combineren met een breisel. Dus dan krijg je een beetje dit effect. En dan doe je er gewoon toffe cowboy boots of biker boots onder. Nou, ik zeg niks meer aan doen. Het volgende is dus dit bloemetjesgordijn te koop bij Mango. En dan dacht jij, ja, een bloemetjesjurk heb ik toch al. Ja, ik kan er ook niet veel meer van maken. Het is nog steeds de bloemetjesjurk en ik word er dus dolgelukkig van. De leren blazer. Ja, die komt dus echt gewoon rechtstreeks uit de 90's wandelen. Maar ik vind hem heel cool. En natuurlijk is die wel van nepleer. En kijk eventjes hoe mooi dat is. Je zou bijna denken, waarom staat echt leer nog? Überhaupt, naast die blazer is nepleer gewoon helemaal top. Ik ga deze chaos eventjes opruimen nu, allemaal lekker in mijn kast hangen. En vooral even nog 100 keer tegen mezelf vertellen waarom het helemaal oké is en waarom ik dit allemaal nodig had.